Laat me direct beginnen met het volgende, president. U heeft, ik denk 3 weken terug, is er een persconferentie geweest. Of misschien ietsje langer, kort na 25 mei, is er een persconferentie geweest. Een persconferentie waarop u heeft aangegeven dat er een zeer kritische evaluatie komt. Waar de regering zou kijken naar zichzelf. Maar ook die zaken die u heeft gehoord uit uw samenleving. Daar zou naar worden gekeken. En waar er moest worden gecorrigeerd, zou u dat ook doen. Ja. Is die evaluatie gehouden, president? Ja, ja, heer Tellig, laat me duidelijk benadrukken. Dit is de derde evaluatie die wij als regering ondergaan. We hebben de 3 maanden gehad, geëvalueerd. We hebben 6 maanden gehad, de regering. We hebben geëvalueerd. En dat is wat we gezegd hebben. Constant evalueren, terugkijken naar de samenleving. En kijken waar de fouten gemaakt worden, corrigeren, kijken wat de knelpunten zijn, oplossen, bijstellen, doorgaan. Ja, 1 jaar regering moet je weer evalueren. En wij hebben gezet wordt een bredere evaluatie, diepgaander, naar alle aspecten van bestuur. Regering, we zijn al geweest, we hebben ons teruggetrokken afgelopen weekend. Goed voorbereide evaluatie. Ook vanuit wetenschappelijke invalshoeken bekeken om tot de juiste beoordeling te komen. Van het beleid, ministers. Het wordt gecontinueerd. Maar het wordt gecontinueerd nu naar ook het ministerieel beleid. Het wordt gecontinueerd nu naar de DNA-fractie, staatsraad, de districtscommissarissen. Al deze dingen zijn gepland voor de komende dagen. Allemaal evaluatie, bijeenkomsten. Met goede voorbereiding van de evaluatie. We pakken direct namelijk de besturen van alle parastatale bedrijven die allemaal geïnstalleerd zijn. Ook die gaan we stuk voor stuk evalueren. We hebben gezegd, maand juli is evaluatiemaand. We willen 1 jaar op een goede wijze evalueren, afronden. Alle aanbevelen, alle verbeterpunten, correcties. En dat gaan we presenteren. Ja, aan de samenleving. Maar op die persconferentie, president, gaf u aan, dat duurt ongeveer 2-3 weken. Want het ging specifiek om, ik dacht dat die, rond die dagen was er een hype rond de benoeming van de broer van de vicepresident. Ja. EBS zit ook bij Staatsolie, staat al bij EBS. Ja, ja. En dat was direct de aanleiding om eigenlijk het benoemingenbeleid aan de kaart te stellen. Ja. U heeft toen gezegd, we horen die samenleving en we gaan corrigeren. Los van de bredere evaluatie, dit is ook, hoe staat het met deze zaken? Dit is ook meegenomen in de evaluatie. Wat u gaat krijgen, meneer Tellig, je moet ook rekenen met de constructie van het bestuur van ons. We hebben een regering, we hebben een coalitie en we hebben een regeringstop. Er zijn issues die verder geëvalueerd worden. Er zijn issues die in de coalitietop besproken worden, waaronder benoemingen. Er zijn issues die in de regeringstop. Dit is ook besproken geworden, met name benoemingsbeleid, namelijk die benoemingen die enorm veel kritiek met zich meegebracht hebben. Die zijn ook onderworpen aan evaluatie. En daarmee gaan we ook komen bij de presentatie van de totale evaluatie van het beleid. We hadden dat beloofd en we gaan het ook presenteren. Ja.